We zijn hier in de kantoortuin van Landschapsbeheer Drenthe en het Drents Landschap. We hebben samen een kantoor hier midden in Assen en een prachtige tuin erbij. En we gaan vlinders tellen. Ja. Zijn ze te vinden met dit weer? We hebben nog niet ideaal weer. Het is een beetje bewolkt, maar de zon lijkt af en toe een beetje door te komen. Dus we gaan het gewoon even proberen zo. En wat voor vlinders kan je tegenkomen in een doodgewone achtertuin? Ja, de Vlinderstichting die heeft een blad voor ons gemaakt om te tellen. Die staat ook op de website van de tuinvlindertelling. En daar staan eigenlijk alle vlinders die je kan verwachten. Want het zijn er een heleboel. Maar vlinders die je vaak zal tegenkomen zijn citroenvlinder en koolwitjes. Dagbouwoog zie je ook nog wel eens. Dus ja, dat zijn eigenlijk de meest voorkomende. Ja. En als je mazzel hebt, wat kom je dan tegen? Ja, als je mazzel hebt, dan kom je blauwtjes tegen. Die staan hier helemaal in het hoekje. Dat zijn eigenlijk wat kleinere, ja, helder blauwe vlindertjes. Als je die vlinders niet ziet, dan zitten ze nog wel eens verstopt. En dat kan tussen oude planken zijn. Zeker 's winters. Dagbouwoog, die zit nog wel eens tussen planken. En dit is eigenlijk achter een vleermuizenkastje. Nou, daar zie je ze ook wel eens. Nu helaas niet. Nee. Ze hebben een betere verstopplek gevonden. Het is heel mooi om door dit soort tellingen te kunnen zien hoe de trend is van een aantal soorten vlinders die in tuinen voorkomen. Ja. En hoe gaat het ermee? Ja, niet zo goed. Nee. Het gaat met de vlinders en veel andere insecten natuurlijk hartstikke slecht eigenlijk. We zien er een stuk minder dan eerst. En ook bepaalde soorten die afhankelijk zijn van planten, want dat zijn vlinders uiteindelijk, die gaan gewoon echt heel slecht. Ja, wat voor planten zijn goed voor vlinders? Planten met veel bloemen. Hier hebben we bijvoorbeeld een wilde peen of een teunisbloem. En er staat hier ook een beetje koekoekskruid er nog tussen. En dat zijn eigenlijk hele mooie soorten om de voeding vandaan te halen. Maar ze hebben ook een waardplant nodig. En daar hebben we er hier dan weer eentje van staan. Dit is een vijlboom of sporkenhout. Dat wisselt een beetje hoe je dat noemt. Waar ze hun eitjes op leggen en waar de rupsjes dan weer van eten. En ook schuilplaats voor als de vlinder eenmaal een vlinder is. Dat hij dan ook ergens kan zitten als het weer zoals dit is. Ik zie zon. Je ziet zon, ik ook. Nou vlinders, kom maar. Kijk, daar doen we het voor. Welke hebben we nu gezien? Een van deze beiden. Ja. Welke vlindersoorten gaat het echt heel slecht mee? Veel vlindersoorten die in natuurgebiedjes hun waardplanten hebben. Dus vlinders die op de heide zitten of in veentjes. Daar gaat het echt heel slecht mee. Ja. Die planten waar die vlinders van afhankelijk zijn, die zijn gewoon heel specifiek. En die kunnen in veel gebieden niet meer terecht zoals ze dat vroeger konden. Dus op die manier neemt dat gewoon af. Ja. Ja, dus we moeten extra ons best doen om onze tuinen vlinderproof te maken. Precies, dat is weer een hele mooie plek. We hebben superveel tuinen in Drenthe. Overal eigenlijk wel. En daar kan je gewoon heel veel leuks doen. Dat was één. Nu de rest.